met een nieuwe video. En vandaag heb ik voor jullie een productieve schooldagroutine. En dan denk je misschien, oké, en wat ga je dan doen? Meestal plan ik 1 à 2 keer per week zo'n dag in. Dan sta ik gewoon echt vroeg op en dan doe ik in de ochtend het meeste. En dan in de middag zorg ik ook wel dat ik gewoon nog veel doe. Deze video is opgenomen op een woensdag. Ik had maar 1 uurtje les en dat was natuurlijk niet veel. Ik had ook eerst 2 uur vrij. Heel erg fijn dus, maar dat betekent wel dat ik het lekker productief kon maken. Ik heb er heel veel zin in, ik hoop jullie ook. En laten we snel gaan beginnen met deze video. We beginnen even bij de avond van tevoren. Ik leg namelijk vast mijn kleding en een handdoek klaar. En ik zet mijn wekkers voor de volgende ochtend. Eerst zet ik mijn radiowekker die het vroegste afgaat. En dan zet ik de wekker van mijn iPad die wat verder van mijn bed staat. Zodat ik er ook echt uit moet om hem uit te zetten. Dan is het de volgende ochtend en hier zie je dat mijn tweede wekker afgaat. Omdat ik best wel een ochtendmens ben, vind ik het dus fijn om vroeg op te staan op dit soort dagen. Om dus alvast in de ochtend veel te doen. En vervolgens maak ik mijn kamer even wat gezelliger. Ik trek ook even een andere trui aan en ja, dan kan je mijn prachtige knot bewonderen. Ja. Dan pak ik mijn planner erbij en maak ik een lijstje van wat ik deze dag wil gaan doen. Ik zorg dat ik mijn telefoon nog even niet gebruik totdat het wat later is, want ik weet dat ik er anders door afgeleid raak. En dan is het tijd om aan wiskunde te beginnen om 6:30 ochtends. Ja, superleuk. Maar ja, ik ben er dan tenminste wel als eerste vanaf. Normaal luister ik altijd muziek in mijn kamer door een box, maar het is natuurlijk iets te vroeg daarvoor. Dus ik pak even een koptelefoon en ik zet een afspeellijst aan die ik in de ochtend altijd aanzet. Hier een tip voor als je dit ook wilt doen in de ochtend. Zet je verstand gewoon helemaal op nul en ga gewoon lekker aan het werk, want hoe eerder ben je er vanaf. En laat je telefoon in de ochtend nog even liggen. Zelfs niet even checken, laat hem gewoon helemaal liggen, want dan kan je het beste doorwerken. Na een tijdje moet ik zeggen dat ik toch wel een beetje klaar ben met wiskunde. Dus is het tijd om even lekker een douche te gaan nemen. Hoi. Oh, hoi. Hoe gaat het? Ja, het gaat wel goed. Oké. Alleen dit stuk haar. Ik doe nu alles vrij uitgebreid, omdat ik natuurlijk maar 1 uurtje les heb. En dat is ook pas het 3e uur. Als ik het 1e uur begin, doe ik dit allemaal niet heel uitgebreid. Maar nu dus wel. Als ik gedoucht heb, loop ik naar beneden om lekker te gaan ontbijten. Na het ontbijt loop ik naar boven. Ik poets ook even mijn tanden, je kent het wel. En dan loop ik naar mijn kamer. Ik maak even mijn outfit af en dan ga ik mijn telefoon checken. Ook kijk ik nog even naar mijn rooster en ik had vandaag maar 1 uurtje les, wat super fijn was. Nou jongens, het is alweer wat later. Oké, ja, ik ben verkouden. Het is nog steeds ochtend. Het is iets over 9:30 en om 9:50 moet ik op school zijn. Dus ik ga rond 10:00 weg. Heel de ochtend heb ik dus aan wiskunde gezeten, zoals je zag. En ik ben nog niet klaar. Ik ben echt niet goed in dat vak, dus ik doe er ook heel lang over. Zoals je net hebt gezien, heb ik maar 1 uurtje les, wat echt onwijs fijn is. Normaal heb ik maar 2 uur les op deze dag, maar er valt er eentje uit.
Dus ja, dat vind ik zelf echt onwijs fijn, want dan kan ik gewoon heel de dag lekker productief bezig zijn. Dat is echt top. Dan is het zo ook weer tijd om naar school te gaan. En ja, ik film ongeveer alles wat ik doe vandaag, dus jullie gaan het allemaal zien. Oké, ik ga even de dingen in mijn tas doen die ik nodig heb. Dat is niet heel veel, want ik heb maar één les. En het schrift van die les ligt ook nog in mijn kluis op school. Dus ja, eigenlijk alleen een etui heb ik nodig. En ja, heerlijk zo'n kort dagje, joh. Ik vind het altijd wel fijn. Dit laat ik even hier liggen. Daar ga ik straks mee verder, want wiskunde is dus nog steeds niet af. Nou, mijn telefoon gaat natuurlijk ook in mijn tas. En ik neem mijn camera mee naar school, want wie weet kan ik iets filmen in die ene les die we hebben. Ja, dat zou natuurlijk kunnen. En dan is het tijd om naar school te gaan. Zin in! Ik heb ineens een beetje haast op het laatste moment. Dat heb ik altijd als ik laat begin, dan op de een of andere manier kom ik alsnog veel later of zo. Dus ik heb een beetje haast, ja. Ik ga maar even op mijn moeders fiets, want die gaat altijd sneller op de een of andere manier. Oh ja, tuurlijk. De sleutel zit er niet in. Is dit hem? Yes. Oké, jongens, ik zit op de fiets. Het is echt heerlijk weer. Nou, we zijn op school. Goedemorgen, jongens. Ja, goedemorgen. Even bij Cindy's kluis en dan gaan we naar mijn kluis. Ja, laat mijn kluis maar niet zien. Dan ga ik het juist doen. Cindy's kluis is nooit zo heel netjes. Wat een drama. We zitten bij Engels. Hebben jullie nog veel lessen vandaag? Nog twee. Oh, joh. We zijn klaar met onze eerste les. Eva is al uit, want ze had maar één les en wij hebben twee lessen. Dus wij zijn nog geen wiskunde nu. Nou, dit is Eva haar kluis. Ruby en ik hebben allebei nog een lesje wiskunde, maar Eva is lekker uit. Ze had maar één uurtje, dus onze Eva gaat ons verlaten. Ja. En wij gaan door, want wij zijn strijders. Yay! Nou, en dan kom ik dus weer uit school. Het eerste wat ik doe is mijn konijnen eten geven. En ik ga ook meteen mijn hond uitlaten. Zo, even heerlijk wat eten. Want na school, maakt niet uit hoe lang, heb ik altijd gewoon trek als ik thuis kom. Yes. Oké, ik ben weer in mijn kamer. Ik ga meteen weer verder met leren. De leermodus gaat weer aan. Dan ga ik nu weer verder aan school. Eerst even wiskunde afmaken. Doe ik denk nog een half uurtje over of zo. Dan nog een betoog schrijven voor Nederlands. Voor Engels moet ik nog iets doen. En ik ga editen mijn video. Maar voordat ik dat ga doen heb ik nog een tip voor jullie. Want misschien heb jij er ook wel last van dat je echt bizar wordt afgeleid door je telefoon. Nou, ik zou zeggen, ik herken je. Maar ik heb dus ergens een tip gezien. Namelijk om je beeldscherm op zwart-wit te zetten. Zodat als je op je telefoon gaat, dat je dan eigenlijk minder lang erop zit. Doordat, ja, het is super saai om naar zwart-wit beeld te kijken. Zo, dat was een moeilijke zin. Ik zal hier eventjes een schermopname laten zien. Wat je doet is, je gaat naar instellingen. En vervolgens ga je naar algemeen. Dan ga je naar toegankelijkheid. En dan ga je naar, en dan moet ik even kijken waar dat zit. Dan ga je naar aangepaste weergave. En dan naar kleurfilters. Die zet je aan. En ja, dan tik je ook grijs tinten aan. En dat is dan eigenlijk hoe je dat doet. En alles wat je dan doet is gewoon in zwart-wit. Ja, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb geen zin om heel de tijd naar een zwart-wit beeld op mijn telefoon te kijken. Stel je wil dus tijdens het huiswerk je telefoon liever niet wegleggen, maar je wil er ook niet door afgeleid raken, is dit wel echt een goede tip. Heb jij verder nog tips om minder op je telefoon te zitten? Laat ze even hieronder weten in de reacties. Dan ga ik maar weer verder aan mijn wiskundeopgave. Echt heel veel zin in. Jongens, ik vind wiskunde zo bizar onlogisch. Oh mijn god, ik snap het gewoon echt niet. Ik ben gewoon zo gefrustreerd door wiskunde, want ik kan er nooit tegen als ik iets niet snap. Ik wil even middag eten. Dan zal ik vast wel weer daarna energie hebben en verder kunnen. Ja.
Ik heb even een lekkere tosti gemaakt die ik mee naar boven neem. Ik eet hem maar even hier, want dan kan ik ondertussen gewoon door met Engels. Inmiddels ben ik klaar met Engels. Ja, nu moet ik voor Nederlands een betoog maken. Dit is pas voor dinsdag, maar dit is wel een schoolexamen, want ik moet het presenteren voor de klas. Dus ik begin maar vast, aangezien ik een heel druk weekend krijg en ik het dan niet kan doen. Dit is de stelling van mijn betoog. Dus daar ben ik aan begonnen. Nou, het is inmiddels alweer 4:30. Het afgelopen uur moet ik eerlijk zeggen dat ik niet heel veel heb gedaan. Ja, ik voel me niet zo lekker. Ik heb dat altijd als ik verkouden word, dan heb ik een soort van koortsgevoel. Ik weet niet of jullie dat ook hebben. Maar ja, dat heb ik dus nu. In ieder geval heb ik wel een stukje van mijn Nederlands betoog nog geschreven. Engels had ik ook al afgemaakt. Dus ik ga er nog even mee door totdat ik om 5:00 bij mijn opa en oma ga eten. En daarna stop ik echt met school en ga ik editen. Want dat is natuurlijk ook nog op mijn lijstje. Ik zie jullie straks weer. We zijn weer bij opa en oma. En we gaan lekker eten. Ja. Met de nichtjes. En Finn. Ah. Ja. Dat deed hij expres hoor. Dat doet hij wel vaker. Als ik eenmaal terug ben van het avondeten, ruim ik alles een beetje op. En ik trek even een lekkere trui aan. En ik haal mijn make-up er ook meteen af. Dan is het tijd om te gaan editen. Jullie zagen het al aan de wekker. Het is al super vroeg. Maar ik ga al slapen, want ja, ik ben gewoon echt heel erg moe. Ik denk dat het ook een beetje komt omdat ik me niet helemaal lekker voel op de een of andere manier. Dus ik ga maar gewoon lekker vroeg slapen en dan is het hopelijk morgen over. Dat was dan mijn productieve dag. Ik hoop natuurlijk dat jullie het leuk vonden om naar te kijken. En was het dan ook zo, doe zeker eventjes een duimpje omhoog. Als je wil, abonneer dan ook op mijn kanaal. En laat in de reacties achter wat jij vond van deze video. En ja, dan ga ik maar eens even lekker slapen, want daar heb ik echt zoveel zin in. Hopelijk tot de volgende video. Doei!